Dames en heren, het belooft weer een zonnige, maar bovenal drukke zomer te worden op Schiphol. Maar hoe goed zijn onze reizigers daarop voorbereid? We testen het vandaag in de Schiphol Travel Challenge. En de winnaar gaat naar huis met een geweldig mooie, fantastische zomerse prijs. Een goede dag! Hallo! Dag, van harte welkom bij de Schiphol Travel Challenge. Hoe lang van tevoren kun je het beste op Schiphol aanwezig zijn? Ronald, je bent heel snel. 3 uur van tevoren. 3 uur. 2 uur. Toch? Het antwoord is goed. Je kunt het beste 2 tot 3 uur op de luchthaven aanwezig zijn. Maar check altijd even je luchtvaartmaatschappij hoe lang het exact is. Klaar voor de start. Af! En dan gaat Dara. Ja, hij zit erin. Hij staat erin. En nu hebben we door de foto's gemaakt van waar de auto staat. Oh, en daar gaat Nick. Joy heeft het goed. Keurig, prachtig erin. Nou, nu weet je ook waar je auto geparkeerd staat, Nick. Yes. Maar jullie krijgen zo'n aantal items te zien. En de vraag is, mag je mee in je handbagage? Een deo van 50 milliliter. Ja, want het is minder dan 100 milliliter, dus het mag mee. Hij mag mee, maar hij moet wel even in zo'n leuk, sexy, doorzichtig plastic zakje. Mag het volgende item mee de handbagage in, ja of nee? En dat is een pot pindakaas. Dat mag niet meer dan 100 milliliter, toch? En dat is het goede antwoord! Ja! Mannen, er komt nu een object aangevlogen. De vraag is, mag die mee in het vliegtuig, ja of nee? Sam? Ja, als het leeg is. Ja, als je hem leeg moet lopen kan het wel, maar zo kan hij natuurlijk niet mee. Precies, dus de antwoord is goed! Team Dana! Confetti, dames en heren! Confetti! Wilt u meer informatie over de voorbereiding van uw reis? Ga dan naar schiphol.nl/zomer. En dan wens ik u een hele fijne vakantie.